NetAl's NDP fraksi leader Amsat Abdul wil Assembly Lid Mahinder Jogi from the VHP opheldering over de bijkans 67 miljoen euro die de regering wil stoppen in het agro-industriepark project. Dit project zal worden uitgevoerd door het Israëlisch bedrijf LR Group. Het gaat om bijkans een half miljard SRD. Er wordt ook geen openbare aanbesteding gehouden. Op de goedgekeurde begroting voor 2019 is het oorspronkelijk bedrag van 40 miljoen SRD opgevoerd naar SRD 266.264 miljoen. Het bedrag is via een resolutie van president Desi Bouterse deze maand verdubbeld. Besloten is na afstemming van de Raad van Ministers dat er geen openbare aanbesteding wordt gehouden. Er is op de begroting van het ministerie van LVV een totaalbedrag van bijkans 700 miljoen SRD opgenomen. Leningen die gebruikt zullen worden. En een van de leningen die daar is opgenomen is een lening van RL Groep. Nu zien wij dat tijdens de behandeling van de begroting er een amendement, wijzigingsvoorstel wordt ingediend door de coalitie, waarin het bedrag voor agro-industrieel park wordt teruggebracht van 266 miljoen naar 40 miljoen SRD. Dat betekent dus dat dat bedrag uitgegeven mag worden omdat het goedgekeurd is. Artikel 156 van de grondwet geeft aan dat alle gelden die je wil uitgeven als regering geramd moeten worden, begroot moeten worden, op de begroting moeten staan, naar het parlement gebracht moet worden en dat die begroting goedgekeurd moet worden door het parlement. Dan krijgt die conceptbegroting de status van een wet en dan mag je uitvoeren, dan mag je uitgeven. Verder zegt artikel 54 van onze grondwet dat alle leningen die je wil nemen als land, als staat, als regering, dat die leningen aan voorwaarden moeten zijn gebonden en dat die voorwaarden ook bij wet moeten worden vastgesteld. Zo. Nu zien wij dat de regering 66 miljoen, bijna 67 miljoen euro wil gaan lenen en dat men dat geld wil gebruiken om die agro-industrieel park op te zetten. Terwijl je in de begroting 40 miljoen hebt goedgekeurd, wil je nu 550 miljoen, meer dan een half miljard SRD, gaan gebruiken voor dat project. Het mag. Misschien heb je huiswerk niet goed gemaakt. Misschien kom je tot de conclusie van, luister, met zoveel kunnen we het niet doen. Het moet meer. Dus je komt met een nieuw bedrag. Dat kan. Maar dan moet je als regering terugkomen naar het parlement. Je moet terugkomen naar het parlement met een supplementaire begroting, waar je toestemming moet vragen van de regering om dat geld te mogen uitgeven. Dat is niet gebeurd. We hebben eind juni ongeveer de begroting hier aangenomen. 2 weken daarna wordt in de Raad van Ministers een voorstel van het ministerie van Financiën en van minister van LVV behandeld om onderhands te gunnen aan RL Groep de bouw van agro-industrieel centrum. Terwijl we 2 weken daarvoor in het parlement zoveel vragen hebben gesteld. Er is geen enkel antwoord gegeven. Nu ben je in strijd met die grondwet, omdat je dit bedrag niet hebt goedgekeurd gehad op de begroting. Maar we kennen ook de leningsvoorwaarden niet. En de voorwaarden waaronder LL Groep die agro-industriepark moet opzetten. Zelfs de locatie is niet bekend waar dit industriepark zou moeten komen. En het is ook niet bekend wat er exact allemaal gedaan zal worden. Men wil kippen gaan kweken, men wil melkvee gaan kweken, men wil leghorens gaan kweken. Dat zijn de 3 hoofditems. Maar waar, hoe, in welke hoeveelheid, dat wordt niet gezegd. Het punt is namelijk dat wij vrezen dat omdat er geen duidelijkheid en transparantie wordt gegeven, het gaat om een investering van miljoenen dat geleend is, dat hier de zaak erg fraudegevoelig is, toch? En dat, zoals bij andere projecten, het geval is onder deze regering en in het algemeen beleid van deze regering corruptie hoogtij viert, wij ook voelen dat het hier ook kan gebeuren. Vandaar dat wij zeggen van regering, luister,
Kijk naar de grondwet, wat de grondwet zegt met betrekking tot lening. Kijk naar de grondwet, wat de grondwet zegt met betrekking tot het uitgeven van gelden. En geef duidelijkheid en transparantie aan die samenleving, zodat die samenleving precies kan weten. Waarom gebruik je dit geld niet, bijvoorbeeld, om 50 kleine bedrijven op te zetten? Toch? Als je 600 miljoen gaat uitgeven, zet 600 bedrijven op van 1 miljoen. Heb je 600 mensen geholpen? Heb je 600 bedrijven opgericht? Nu wil je een overheidsbedrijf gaan oprichten met geleend geld. En dan wil je ook hebben een contract daarin, waar je 5 jaar lang onderhoud gaat plegen. Met datzelfde geld. Dat onderhoud besteed je ook uit aan iemand anders, zonder een openbare aanbesteding. Dit hele ding is niet openbaar aanbesteed. Terwijl de comptabiliteitswet op dat stuk duidelijk is. De president heeft gezegd, hij wil een kruistocht voeren tegen corruptie. Maar hier zien we duidelijk een corruptiefaciliterend beleid. Dus dit is in strijd met de grondwet. Dit is in strijd met de comptabiliteitswet. En dit kan niet. En dat is de reden waarom ik dit aan de orde stel. En dit ga ik ook aan de orde stellen in het parlement. De comptabiliteitswet is nu in behandeling. Want dit mag niet. Zo ga je niet overheidsgelden beheren. Toch? En zo ga je overheidsgelden niet uitgeven. Het is niet in het belang van de samenleving. Waarnaar riekt dit dan? Dit riekt naar corruptie. Ik ga u eerlijk zeggen. Je weet niet waar je gaat bouwen. Je weet niet wat de omvang zal zijn. We weten niet wat de rente is wat betaald zal worden. We weten niet over welke periode die lening genomen is. We weten niet om wat voor contract het gaat. Gaat het om een contract waar je moet presteren? Of gaat het om een contract waar je resultaat moet neerzetten? Wanneer je moet presteren, moet je iets bouwen en zo, dan ben je klaar. Maar wanneer de prestatie, het resultaat uitblijft, wanneer je die kippen niet hebt, wanneer dat vlees niet kan produceren, wanneer geen melk kan produceren, zal dan de consequenties dragen? Want dan heeft het project gefaald. Dus alle details omtrent dit project ontbreken. U weet nog, bij de behandeling van herstel- en stabilisatieprogramma heeft Hoefdraad hier gezegd, het is een programma van 1 miljard en we gaan in 2018 uit de crisis raken, omdat dit programma, herstel- en stabilisatie, ons gaat brengen naar grootschalige landbouw, diversificatie, allerlei dingen. Niks is gebeurd en niks is van de grond gekomen. Dus wij twijfelen ernstig aan de bedoelingen van die overheid. Maar wat wij niet willen hebben is dat geld geleend wordt voor een bepaald project. Dat project niet uitgevoerd wordt, althans niet in de mate dat het rendement oplevert. Maar wij als samenleving wel gebonden zijn intussen aan een lening die wij met rente moeten terugbetalen zonder rendement. We hebben met de vicepresident hierover gesproken. En de vicepresident geeft aan dat een deel van dit project zou komen in uw eigen district, Saramacca. En dat in feite de bouwer van dit project niemand anders is dan het bedrijf die de studentenflats hebben opgezet. Waar het bedrijf komt, is voor mij niet zo interessant. Wie het bouwt, is voor mij niet interessant. Voor mij is interessant, wat zal het rendement zijn? Wat zijn de voorwaarden? Welke zijn de leningsprotocollen? Daar gaat het om. Het kan zijn dat RL Group een geweldig goede bedrijf is, firma is. Het kan zijn dat het een bankstelling is. Maar het kan ook zijn dat het een vereniging is van drugsdealers. Het kan ook zo zijn, Israël, dat het een vereniging is van wapenhandelaars. Het kan, toch? Dus daarom moet je alle duidelijkheid geven. Van nee, want kijk, wij worden straks op de lijst geplaatst als risicoland. National Risk Assessment moet komen. Dus wij moeten goede zaken doen. We moeten goede mensen zaken doen. En de regering doet zaken met mensen waarvan wij niet weten wie ze zijn. En het is goed in het belang zeker van dit land dat we weten met wie we zaken doen. Hij zegt verder dat in feite men naar het groter plaatje moet kijken. Want dit zal wel ervoor zorgen dat wij de voedselschuur worden. En we moeten ook kijken naar de banen die gecreëerd zullen worden. De vicepresident is misleidend bezig wanneer de vicepresident dat zegt. Wanneer u een grote kipkwekerij opzet, wanneer u een grote bedrijf opzet dat eieren produceert, wanneer u een groot bedrijf opzet dat melk produceert, bent u dan inderdaad agrarisch schuur geworden? Echt niet. Echt niet. Een agrarisch schuur is meer dan een bedrijf dat eieren produceert, vlees produceert en melk produceert. Een agrarisch schuur houdt veel meer in dan dat. Vermoedelijk moet de president nog gaan begrijpen wat agrarisch schuur betekent. Hij moet met de president gaan praten. Laat de president hem uitleggen. Maar hij heeft het niet begrepen. En hoeveel banen? Wanneer ik u zeg,
Met deze lening wordt het ongeveer 600 miljoen die gaat investeren in het project. Maak 600 bedrijven van 1 miljoen. Als je 600 bedrijven hebt gemaakt van 1 miljoen, Ganesh kan, Jogi, iedereen kan iets gaan doen, betekent dat 600 gezinnen, één gezin, 4-5 mensen, dat 600 bedrijven maal 5 mensen, 3000 mensen verbonden gaan zijn. Dat is werkgelegenheid. Dat is armoedebestrijding. Dat is risicospreiding. Want je gaat geen stakingen krijgen. Je gaat toch niet staken in je eigen bedrijf. Je gaat geen 8 uur werken. Je gaat 12 uur werken. Betekent meer arbeid. Betekent meer productie. Het is uw bedrijf. Betekent meer toezicht. Meer gevoel. Meer kwaliteit. Meer productie. Dat is wat we willen hebben. Hier hebben we toch zo, we hebben toch zoveel overheidsbedrijven gehad. Wageningen is in handen van Sama Groep NV. Zo zien we dat de ene bedrijf naar de andere over de kop gaat. U gaat dit oprichten. En morgen gaat u zien bij de Exigo. Vandaag is het Pamonigo. Morgen gaat het de Exigo. Pamerkiego. Bij de Metiego. Dus dat is erg corruptiegevoelig. Niet alleen de opzet, maar ook de wijze en wat men daar gaat doen. De controle blijft uit. Dus dit kan de regering proberen te verdedigen. Maar het is geen goede zaak. Het is een goede zaak om te investeren in die sector. Maar het is beter om te investeren gericht. Met minder risico. En met veel en veel meer kansen op succes. Dat model dat ik u geef, heeft meer kansen van succes dan één bedrijf opzetten. Alles kan in elkaar vallen. De directeur van het ministerie van Volksgezondheid maakt bekend dat met de piek die de ebola gevallen thans in de Democratische Republiek Congo in Afrika hebben bereikt en het zeer hoge besmettingsgevaar dat deze ziekte met zich meebrengt, de Wereldgezondheidsorganisatie WHO erop aandringt dat alle landen, inclusief Suriname, voorzorgsmaatregelen verscherpen of nemen. De WHO heeft aangegeven dat verschillende maatregelen worden overwogen en aanbevolen voor implementatie in deze fase om alle passagiers en de havens van binnenkomst van het land te beschermen. Een maatregel is dat alle reisbureaus en luchtvaartmaatschappijen die tickets verkopen de verantwoordelijkheid moeten nemen om hun reizigers te informeren om bewust te maken over het risico van ebola. Overigens worden reizigers uit de Democratische Republiek Congo onderworpen aan een heel strenge screening indien er via de lucht- en zeehavens wordt afgereisd. Vanwege deze strenge controle en de vele controlepunten in de lange reistijd vanuit Afrika naar worden reizigers uit de Democratische Republiek Congo onderworpen aan een heel strenge screening indien er via de lucht- en zeehavens bewust te maken vanwege deze strenge controle en de vele controlepunten in de lange reistijd vanuit Afrika. Indien er via de lucht afgereisd.